Vanaf donderdag wordt er in Nederland en Vlaanderen een week lang aandacht besteed aan de wereld van poëzie. Nijmeegse dichters Simone Zwitserloot en Sander Bisselink lazen vrijdagochtend hun gedichten voor bij RN7's radioprogramma Bureau Bart. Ook zij nemen de weken als mogelijkheid om extra aandacht voor hun poëzie te vragen. Ja, ik heb het heel leuk is natuurlijk dat er aandacht voor de poëzie is. Want daar hebben we net op de radio over dat, dat mensen eigenlijk niet doorhebben dat ook in Nijmegen heel veel, of sowieso landelijk, maar ook in Nijmegen heel veel gebeurt wat betreft poëzie. Ook vooral jonge mensen. Wij hebben ook eigenlijk bijna alleen maar jonge sprekers meestal onze avonden. Niet dat we dat bewust daarvoor kiezen, maar er zijn heel veel jonge mensen bezig met poëzie. Dus het is leuk dat er aandacht voor is en dat mensen dan misschien dat het een meer toegankelijke manier is om contact te maken met poëzie. Het landelijke thema van de Poëzieweek is vrijheid. Samen met mede-poëet Merel van Slobben vormen Zwitserloot en Bisselink het schrijverscollectief Poëzie Colada. Zij organiseren poëzie op verschillende exotische locaties. Het thema van de avond wordt op die locatie afgestemd. Ze hebben het een keer in een barbershop gedaan en toen hebben we was de editie haar. Dus het ging niet alleen over het haar op je hoofd, maar het was ook een beetje een feministische editie. In het Anatomisch Museum hebben we het gehad over het menselijk lichaam en dat soort dingen eigenlijk. Nu is het thema intimiteit. We zitten in een heel intiem theater, er zijn maar 45 plekken, theater 4. Dus we gaan intieme zaken bespreken, blote poëzie. We dachten ook op zich is het ook, past dat mooi bij vrijheid, want je voelt je nergens meer vrij dan in je badkamer of zeg maar thuis in je eentje, waar je gewoon heel intiem zeg maar kan zijn wie je bent.